Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben hier op dit moment in Wapseveen. Hier achter mij zien jullie de boerderij. In 2018 is hier een mooi project gestart. Dat is namelijk natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Er zijn hier allemaal vogelkastjes opgehangen aan de eikenbomen. Deze vogelkastjes zijn bedoeld voor de koolmezen. Deze eten de eikenprocessierups namelijk op. En zoals jullie misschien nog wel weten, heeft Wishart hier een bloemenrand ingezaaid. En deze bloemen die trekken ook weer insecten aan die een vijand vormen voor de eikenprocessierups. En het project blijkt tot nu toe een succes, dus het wordt op steeds meer verschillende plekken toegepast. De bloemenrand is natuurlijk niet alleen goed voor het bestrijden van de rups, maar sowieso voor de hele biodiversiteit. Zoals hier zie je dat mooie bonte zandoogje. En de zonnebloemen die bloeien nu nog niet, maar de bloemenrand wordt straks nog mooier. Nog even voor de nieuwe kijkers onder ons. In die stal hier staan de droge koeien. En Lu en Ignas wonen in het mooie woonhuis. En daar in de zwarte schuur is de houtbewerking. En nu ik hier toch ben, gaan we ook meteen even weer bij de houtbewerking kijken. Want dat is alweer een tijdje geleden. Hoi konies! Willen jullie ook even gedag zeggen? Nou, we horen al dat ze van alles aan het doen zijn. Hoi! Hallo! Hallo! Raniel, vertel eens even, wat ben jij aan het doen? Ik ben paardenkoppen aan het uitzagen. Ja. Er komen gaten in en dat is de bedoeling dat deze paardenkoppen die gaan naar een ponykamp voor kinderen. Oh! Kijk, is dat een opdracht die we hebben gekregen? Ja, volgens mij wel. Daar ben ik nu een heleboel aan het maken, maar we moeten er volgens mij iets van 100 hebben of zo. Zo, heel veel. Ja. Maar weet je ook wat ze ermee gaan doen? Volgens mij gaan ze dat allemaal knutselen, iets maken. Het is voor de kinderen die naar een ponykamp gaan? Ja. Nou, heel leuk. Ja. Kijk. Ik ben nog wel even bezig dus. Ja. Succes. Ja, dank je. En Lars die is hier een mooi laarzenrek aan het maken, hè? Ja, dat klopt. Kijk. Top! En ik ga even kijken op het moment. Hier zien we nog weer insectenhotels. Die zijn voor landschap weer Drenthe. Wij willen jullie graag nog even laten zien wat voor moois we hier allemaal maken. Wat hebben jullie hier allemaal? We hebben een vogelhuisje, een dienblaadje. Gekleurde vogelhuisjes. Een prachtige eierenkast. Heel mooi, insecthotel in alle maten en prachtige kleuren. Of kom gewoon eens kijken in onze winkel. Nou, het is 4 uur, de dag zit er weer op. Bedankt mannen, tot de volgende keer. Yo. Doei. Doei. Ik ben weer terug op de hoofdlocatie en ik dacht we gaan even de kas aan jullie laten zien. In de kas zaaien wij altijd een aantal dingen voor, zoals de sla en de andijvie. En we hebben hier tomaatjes staan. Kleine tomaatjes aan, verschillende soorten. En hierachter zien wij nog paprika's en komkommers. En meloenen staan er ook. Hier zien wij een aantal mini meloentjes. En hier zien we komkommer. We hebben nu sinds kort een mooie druppelleiding hier liggen. Dat gaat een stuk beter. We hadden voorheen een sproeier hier staan. Maar vooral tomaten houden bijvoorbeeld niet van natte bladeren. Dus dit is een stuk beter. En gaat makkelijker dan alles met de gieter doen. En dan hebben we hier nog de paprika's. Wist je dat alle paprika's voordat ze rijp worden groen zijn? En ze krijgen pas later de kleur van het ras. Nou, hoe leuk is dat? Dat we deze groenten straks ook in de winkel verkrijgbaar hebben. Dan gaan we nog naar een filmpje van Lu. Hij vertelt er wat over hoe wij staan in het hele gebeuren in de agrarische sector momenteel. Toch wil ik iets zeggen over het stikstofbeleid in Nederland. Wij als magische hoeven lopen daar echt wel tegenaan. Het is gewoon lastig om het te begrijpen. Ik noem er als voorbeeld, mijn kleinzoon van 7 zei tegen mij: opa, kan de magische hoeven nog wel blijven bestaan? En ik keek met mijn grote ogen aan en ik denk, dit kruipt toch echt wel onder ieders huid. Als ik kijk naar de jongens, de deelnemers op de zorgboerderij, iedereen maakt zich zorgen.
minister van de Wal die gooide vrijdagmiddag even een kaartje over de schutting. Dan zeg ik dat wel een beetje anders dan dat ik bedoel. Maar dat maakt er wel veel zorgen in de agrarische sector. Graag hadden wij gezien dat er een goed plan onder was gemaakt. Als je hier de Groot hebt, een paar jaar terug werkte hij nou bij de grote zuivelorganisatie. Toen zei hij nog, er moet meer zuivel komen in Nederland. Nu praat hij heel anders. Ooit zei hij zin op één, de agrarische sector in Nederland is failliet. Nou, met dit beleid komt dat zeker uit. Dit baart ons zorgen. Bied perspectief, dan kunnen wij er een goed plan op maken. Als je kijkt, we hebben fosfaat gekocht, een emissiearme stal. Alle voorwaarden en vergunningen voldoen wij aan. En dan vraag ik me wel eens af, wat is dat nu nog waard? Is dit het allemaal waard? Boeren in Nederland willen echt wel meedenken. Die willen wel meedoen. Maar geef een beleid, goede kaders waar wij mee vooruit kunnen. Dat zal ons echt minder zorgen geven. Op deze manier ben ik bang dat het niet goed komt. Dus ik hoop dat de regering in de Zoals Lu al zei, merken wij hier ook wel wat onrust bij een aantal deelnemers. En dat is ook logisch, want er wordt ontzettend veel over gezegd op social media en op het nieuws. Maar ik wil nog even benadrukken dat wij nog niet weten wat er zal gaan veranderen. Maar wij weten wel zeker dat jullie hier allemaal gewoon kunnen blijven komen en blijven werken. Dus daar hoeven jullie geen zorgen over te maken. Dat komt echt goed. Hele volksverhuizing hier en we zijn alles druk aan het schoonmaken, want we gaan weer op piepelvakantie. Alles wordt weer van stal gehaald en verhuisd naar de mooie camping in Waterloo waar we altijd naartoe gaan. En het wordt heerlijk weer. We gaan de eerste week met de meiden, dus dat wordt lekker genieten. We zullen vast nog wat beelden daarvan delen en voor nu ga ik de vlog afsluiten.